De Prunus Lusitanica Angustifolia, oftewel de Portugese laurier. En geloof het of niet, het is echt een van mijn favoriete wintergroene hagen. Want hij heeft eigenlijk alles wat een haag mooi en sterk maakt. Hij is winterhard. Hij is wintergroen. Hij is prachtig mooi, dicht van structuur als hij wat ouder wordt. En kijk even naar die donkere, rode-achtige twijgen. En juist dat hele fris groene blad als hij in het voorjaar uitloopt. Nou, het blad. Is ook niet te grof, het is niet te fijn. Eigenlijk is het een, ja, wat mij betreft, gewoon de ideale wintergroene haag voor in een tuin. De Prunus lusitanica angustifolia is in vele maten verkrijgbaar. Van 30 centimeter tot maar liefst 2 meter. En zowel in pot gekweekt, die je dus het hele jaar door kunt planten, als met kluit. En die kluitplanten die kun je krijgen tussen oktober en eind mei. De hoeveelheid stuks die je nodig hebt per strekkende meter haag is dus afhankelijk van de hoogte van de planten die je bestelt. Neem je de kleinste, 30 centimeter, heb je er wel 5 per meter nodig. En neem je de grootste, 2 meter, ben je met 2 stuks klaar. De Portugese laurier kan goed in de zon, half schaduw en zelfs in de schaduw kan hij nog aardig gedijen. Uiteindelijk kan hij wel uitgroeien tot een haag van 3 meter, maar goed, dat bepaal jij zelf door te snoeien. En daar kan hij onwijs goed tegen. Knip hem daarom ook regelmatig. Dan wordt hij alleen maar mooier, dichter van structuur en hou je hem lekker smal. Je mag best een beetje streng voor hem zijn.